Er hadden zich 21 Brabantse organisaties gemeld. Ze kwamen vandaag allemaal naar het provinciehuis in Den Bosch. De een boos, de ander teleurgesteld. Wij worden met 50% gekort en dat betekent dat wij de ondersteuning naar die vrijwilligers niet meer kunnen blijven doen zoals het nu is. En dat leidt er uiteindelijk toe dat er veel minder burgers betrokken zullen worden bij de natuurlijke kwaliteiten van Brabant. Het is een kleine bezuiniging in absolute zin, maar met een heel grote maatschappelijke doorwerking. Ik heb de commissie duidelijk proberen te maken dat er een taakverschuiving gaande is. En daar zijn we het niet zo mee eens. Een verschuiving van de taken van de regie van de provincie. En als dat alleen naar de vervoerders zou gaan, dan zou dat niet een bezuiniging betekenen, maar een verhoging van de kosten die eraan verbonden zijn. Wat hebt u zo al gehoord vanochtend? Het is zeer betrokken mensen bij het werk wat ze voor doen. Heel lastig om voor hen zelf, ook als het geld wegvalt, om dan perspectief te zien. De agenda van Brabant is natuurlijk iets wat de hele samenleving raakt. En ik zie dat het ook heel moeilijk is voor mensen om in te zoomen op dat specifieke taak waar de provincie voor staat. De sprekers hadden op het zogenoemde Sprekersplein 5 minuten om een zegje te doen over de agenda van Brabant. Waar wij nadrukkelijk de toekomst zien is dat wij vanuit ZLTO die energieopwekking op bedrijfsniveau willen gestimuleerd willen zien. En dat kan door vrije toegang tot het energienet. In potentie hebben wij energie voor 150.000 huishoudens in Brabant. En dat is ongeveer 15% van het totaal aantal huishoudens dat we in Brabant hebben. Ja, ik heb net even aangegeven van wij vallen nu onder de portefeuille cultuur. En we zouden graag naar de portefeuille economie verhuizen. Nou, waarom? De economische impuls zorgt er juist voor dat de economie wordt aangezwengeld. Wordt de economie aangezwengeld, betekent dat bijvoorbeeld ook heel veel voordelen voor de werkgelegenheid. Het is voor politici ook denk ik heel goed te zien hoe mensen die betrokkenheid en ja, dat zet toch wel wat scherpte. Ik heb dat verteld, dat wij heel erg vinden dat de palet de toekomst niet meer bestaan is. Want palet is voor ons handen en voeten. Wat ik verteld heb is, de BKKC wordt in wezen voor de helft gekort in hun uitgaven en in hun bijdrage van de kant van de provincie. En dat zou dus financieel betekenen vanaf 2013 het einde van het verhaal van de BKKC zoals het er dus nu uitziet. Het was zo druk dat er uiteindelijk niet 1, maar 2 sprekerspleinen moesten worden ingericht. Dit moeten we blijven doen. Contact zoeken, gewoon met de Brabantse mensen. We hebben toch als provincie of het algemeen beeld dat er toch niet vaak directe contacten zijn. Dat komt ook uit de aard van de onderwerpen voor. Dit is er eentje en dat zijn we ook blij dat we dit doen en gedaan hebben. Wordt vervolgd. Wat mij betreft zeker.